Ja, dit is wel echt een van onze meesterwerken uit de collectie. Nu, het is gemaakt door Peter Paul Rubens, die voor een bepaald christelijk tafereel, namelijk de aanbidding der wijzen, dus de drie koningen zoals wij dat zeggen, had hij nood aan een Afrikaan. Een van de koningen diende uitgebeeld door een Afrikaans model. En in Antwerpen was het niet echt een probleem om zo iemand te vinden. Dus je had daar de haven, je had heel wat nationaliteiten die daar binnenkwamen. En dus heeft hij een model gevonden, heeft hij ontboden in zijn atelier. En heeft die man hier op dit paneeltje, een houten paneeltje, heeft hij 4 maal afgebeeld. Dit is echt een puur studieblad, zou je kunnen zeggen. Dat niet alleen met de posities van het hoofd te maken, maar klinkt nu misschien ook een beetje vreemd om dat te zeggen, maar ook de huidskleur. Rubens had eigenlijk niet de gewoonte om een donkere huid te schilderen. En dus ja, hoe breng je schaduwen aan op een donkere huid? Als je dat op een blanke huid doet, dan doe je dat met grijswaarde. Maar hoe doe je dat met een donkere huid? Dus dat was eigenlijk een beetje de uitdaging. Het werk hier in dit museum heeft ondertussen een nieuwe titel. Dus het heeft heel lang de titel gekregen Negerkoppen. Ja, nu, dat kon vandaag echt niet meer. Dus als we vandaag naar het titelplaatje kijken, dan wordt het zoiets als 4 studies van het hoofd van een Moor. Want je kan het eigenlijk niet hebben over gelijkheid in de mensenrechten zonder het ook te hebben over racisme in feite. Want gelijkheid bestaat natuurlijk op heel veel gronden. Er is gelijkheid nodig van alle mensen, ongeacht hun leeftijd, hun geslacht, hun seksuele oriëntatie, een eventuele beperking enzovoort. Maar eigenlijk, ras of etniciteit heeft toch een bijzondere plaats daarin. Als we ook terugdenken aan de voorgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog de afschuwelijke discriminatie en uitroeiing van mensen omwille van hun etnische achtergrond eigenlijk. Dan zien we dat dat heel belangrijk is geweest in de totstandkoming van mensenrechten teksten en verdragen na de Tweede Wereldoorlog. Maar we zien ook, en dat verhaal dat jij vertelt is eigenlijk heel belangrijk daarvoor, dat het met die teksten nog niet is opgelost. Hè? Je hebt dan wel besloten, alle mensen zijn gelijk, ongeacht hun ras enzovoort, maar dat is nog maar het begin. En in onze samenleving, ja, die naam die je nu daarnet zei, die ik niet zal herhalen, is in onze samenleving nog altijd de naam van een aantal gebakjes, bijvoorbeeld, hè, die sommige bakkers nog verkopen. Dus we hebben nog heel veel van die restanten van racisme, dat onzichtbaar is geworden in onze samenleving, maar jammer genoeg ook nog altijd heel wat openlijk racisme. Maar als ik het goed begrijp, was het in de tijd van Rubens vooral een exotisch element. En het was een exotisch element. Ik kan daar misschien nog een anekdote aan toevoegen. Dan komen we meer in onze eeuw terecht. Dus in 1950 gaf de Nationale Bank een aantal nieuwe bankbiljetten uit. En het bankbiljet van 500 Belgische frank werd aan de rectozijde gesierd door het portret van koning Leopold II. En dus de achterzijde werd dan ingenomen door een reproductie van dit werk. Dus dat betekent dat men dit werk plotseling in verband bracht met de hele koloniale geschiedenis van België en dus de positie die Leopold II daarin heeft ingenomen. Dus dan kreeg het plots een heel andere betekenis.